Carwash Dodane blijft de beste carwash van het land. Dankzij voortdurende technologische innovatie krijgt jouw wagen de behandeling die hij verdient. Samen met onze krasvrije textielwassing en het gebruik van gedemineraliseerd water zorgt ons unieke ingebouwde polierstation voor een ongelooflijke glans. Maak bovendien gratis gebruik van onze stofzuigeilanden met hyperkrachtige turbinestofzuigers en onze matte wassers. Ontdek alle diensten van Carwash Dodane op www.dodane.be. We beginnen natuurlijk met de schepen van Financiën en de burgemeester. Dan nadien een ruime eerste ronde met nadien antwoorden, twee ronden. Met dan een mogelijke conclusie door de schepen van Financiën en de burgemeester. En nadien, zoals de traditie getrouw past, nog een reflectie van elke fractie. Leider, dus we moeten kijken voor samen wie je nog iets wenst te zeggen. Caroline is er dus niet. Het zal toch maar één mogen zijn, bij wijze van spreken. Dus ik stel voor dat we binnen die traditie onze bespreking doen van de meerjarenbegroting. En wij starten met de verklaring van de burgemeester. U weet of u weet niet dat vanaf 26... de zogenaamde septemberverklaring, maar we zijn december, dat bij de goedkeuring van de bespreking van de begroting de verklaring van de burgemeester als inleiding op de bespreking voor de begroting, en net zoals in het Vlaams parlement, verplicht wordt. Vanaf 2026. Maar wij zijn die traditie al een tijdje voor, want wij doen dat nu toch al een jaar of 5, 6, dat er een vorm van geen septemberverklaring, beleidsverklaring is. Dus wij starten daarom ook met de burgemeester. We zijn wat dat betreft dus even de wetgever voor. Ja, goedenavond collega's. Ik ben afgesproken dat ik zal starten en de burgemeester gaat als tweede aan het woord gaan. Dus onze meerjarenplanwijziging is natuurlijk gewoon een aanpassing van de meerjarenplan dat we in juni hier goedgekeurd hebben op de gemeenteraad. Het is eerder een update van cijfers, wat verschuivingen op exploitatie zonder echt grote wijzigingen. We hebben gekozen om twee meerjarenplanwijzigingen dit jaar te doen om hoeken in te springen op de inflatie en op de wijzigende prijzen. De voorziene investeringen werden ook allen behouden, de grote projecten en eveneens de cijfers geüpdate. Nu, de lonen zijn het laatste jaar met 3 miljoen euro gestegen en alle aankopen van materialen, diensten kosten een stuk meer, soms een veelvoud van de vroegere prijzen, wat een zeer grote druk geeft op onze exploitatie, waardoor we minder reserve overhouden. In 2023 hadden we 3 indexeringen. In 2024 voorzien we er 2 indexeringen op de lonen. Nu, de dotatie die de stad betaalt aan de politie voor betaling hoofdzakelijk van de lonen van de politiemensen in ons korps en daarbovenop ook nog de werkingsmiddelen, wordt verhoogd tot 6,2 miljoen euro voor 2024. De dotatie werd dus substantieel verhoogd, jaar na jaar, ten opzichte van vorige legislatuur, waar we nog werkten met een dotatie van een goede 3,5 miljoen euro per jaar voor de politie. Ook de verwezenlijking van het nieuwe politiekantoor ter waarde van meer dan 8 miljoen euro zonder lening betaald en de noodzakelijke investeringen die de politie ons vraagt om jaarlijks te doen voor uitrusting en voertuigen varieert ook nog eens tussen de 300.000 en 500.000 euro per jaar. Er is dus de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in onze politie, in ons korps en dus in onze veiligheid. Ook voor de kerktoren van onze abdijkerk, die dringend diende gerenoveerd te worden, dienden extra fondsen voorzien te worden. We hebben dat vorig jaar al gedaan, maar we hebben nu in 2024 opnieuw extra fondsen moeten inschrijven. Onze kerktoren is toch wel de eyecatcher van Nienhoven en kunnen we niet laten teloor gaan. De werken zullen zeker 6 maanden langer duren dan voor eerst ingeschat werd en dus veel extra kosten meebrengen die dan ook dienen te worden voorzien. We hebben dus in 2024 200.000 euro als bijdrage van de stad extra moeten voorzien. Er kon gelukkig ook in 2024 een subsidie van 300.000 euro bekomen worden.
Verder hebben we de herasfaltering van Stationsplein en Stationsstraat opnieuw opgenomen in de planning van 2024 bij de prioritaire werken en vermoedelijk met uitvoering in de lentemaanden van 2024. Ook in het OCMW zijn tal van investeringen gebeurd of zijn we ze aan het uitrollen, zoals een dwaaldetectiesysteem in ons rusthuis van 360.000 euro. Dat is een systeem waar de mensen een polsbandje krijgen, mensen die dementeren of door omstandigheden die op locaties bevinden, dat ze zich niet moeten bevinden, dat het personeel een signaal krijgt. Ook de renovatie van de noodwoningen voor mensen die dakloos worden na het huiszetting is dat hoofdzakelijk voor 330.000 euro. Ten derde hebben we het vervangen van de bedden in het rusthuis Klateringen voorzien, gefaseerd dat we jaarlijks 50.000 euro voor vrijmaken. De dementievriendelijke tuin werd intussen uitgevoerd. En dan hebben we ook nog een zeer belangrijk project waarvan we hogere subsidies kregen aan de stad en het OCMW, maar die stopgezet werden. Dat is het project Werklift op de Mallaert. Dat is een tewerkstellingsproject voor mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt aangeworven worden om een project te doorlopen met oog op tewerkstelling. De financiering werd stopgezet en de stad heeft dus een financiering ingeschreven van 168.000 euro voor 2024, zodat dat project kan verder lopen op vraag van het OCMW en de mensen die dat project organiseren. Daarbij komt natuurlijk dat onze werking gefinancierd wordt langs inkomstenzijde door belastingen. Maar de belastingen die hebben we bewust niet willen verhogen. Die blijven dezelfde. Met andere woorden, onze uitgaven zijn exponentieel gestegen door inflatie, maar onze inkomsten via belastingen werden niet verhoogd. Voor de toekomst verwachten we dat de druk op de exploitatie minder en stabieler zal worden, met minder inflatie, minder indexeringen, minder hoge energiekosten en anderzijds meer inkomsten uit de personenbelasting omdat de lonen zijn gestegen. Alleszins moeten we de tering naar de nering blijven zetten om onze exploitatieuitgaven onder controle te houden en onze ambtenaren en schepenen daar ook regelmatig aan herinneren. Bij aanvang van de legislatuur hebben we aangekondigd dat we de legislatuur van de investeringen wilden zijn met 50 miljoen euro aan investeringen op 6 jaar tijd. We hebben al op 4 jaar 26 miljoen euro investeringen uitgevoerd. Ik denk vooral aan de liberale kring, sociaal huis en politiegebouw die opgeleverd werden begin deze legislatuur. Maar dan ook de aanleg van de Beversteeg voor onze handelskern en onze handelaars. Een vlotte doorgang tussen Ninja en de binnenstad. Aanleg van het Abdijplein en renovatie van de sporthal die volop bezig zijn. Nu, door de crisis, de verschillende crisis, energie, Oekraïne, corona, hebben we natuurlijk vertragingen opgelopen. Maar er staat in ons budget voor 35 miljoen investeringen klaar. En onze projecten zijn ook klaar om in uitvoering te gaan vanaf januari 2024. Ze misschien niet allemaal nummer op sommen. Ik denk, het is natuurlijk de stadskernvernieuwing dat we weten dat in de lente doorgaat. Maar ook de nieuwbouwschool in Nederasselt eind 2024 zal opgestart worden. Natuurlijk het landschapspark, toeristisch huis, de BIP. Ook zeker investeren in onze technische dienst. Vervanging van de voertuigen die zeer nodig is en machines. Een nieuw jeugdhuis. En het eerste deel dat zal opgestart worden na nieuwjaar is de sloop van de KS-school, waarbij natuurlijk wel de vleugel aan de Dender behouden blijft en waarbij na de sloop een parking zal aangelegd worden. Een tijdelijke parking tot de site in ontwikkeling gaat. We zullen ook daaraan koppelen dat de doorgang naar de graanmarkt naast de winebar zal geopend worden en zal meegenomen worden in die aanleg, zodat hij toegankelijk is voor fietsers en voetgangers naar de zomer naartoe. Daarna zal volgende zomer hopelijk ook de aanleg van onze stadstuin aan de Dender op het OCMW zitten, onze Ingelandszitten volgen. Het RUP Ingelandszit is hier voorlopig goedgekeurd en zal in januari voorgelegd worden om definitief goedgekeurd te worden, waarbij dan ook de ontwikkeling op deze site van de woonentiteiten kan gerealiseerd worden.
Natuurlijk zijn er ook nog een hele hoop kleinere investeringen voor sport, jeugd, Plomblom, kerstverlichting, ICT. Middelen worden ook gespreid over stadscentrum en de dorpen. Ik denk maar voor de dorpen aan de schoolgebouwen, de speeltuinen, de kerkpleinen, de sportinfrastructuur, de overloopgebieden tegen overstromingen, asfalteringen, investeringen in de buurthuizen en zo verder. Ik dank u. Dank u wel. Dan gaan we dan over naar de beleidsverklaring van onze burgemeester. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, toen ik vorige week de toespraak hoorde van Willy Nasens bij het behalen van de titel van onderneming van het jaar, sloeg hij onmiddellijk de nagel op de kop. Het is dankzij de mensen, dankzij de personeelsleden, dat het bedrijf groeit. En in ons geval is dat de personeelsleden die onze organisatie doet draaien. Is het vandaag een geoliede machine? Nee. En ook al is dat een heel belangrijke prioritaire doelstelling, we moeten dankbaar zijn voor hun dagelijkse inzet. Bij de start van onze nieuwe algemeen directeur, Kathleen Coprio, op 1 september was ik heel sterk onder de indruk van haar benadering van een modern personeelsbeleid. Als hoofd van de administratie merk je nu al een kentering op weg naar een humaan personeelsbeleid met aandacht voor het welzijn van onze medewerkers en waar openheid, gedrevenheid en professionaliteit centraal staan. We ontbreken nog een aantal cruciale functies in onze organisatie, maar er waait een nieuwe wind. En dat is nodig om te zorgen voor een optimale en efficiënte dienstverlening. Men tracht ook op deze wijze de projecten via projectmanagement tot uitvoering te brengen en dit met de mensen en de middelen waarover we beschikken. Het heeft geen zin om stil te staan bij de moeilijke periode die we gekend hebben door de opeenvolgende crisissen, maar we mogen niet voorbij gaan aan het feit dat dit zijn impact heeft gehad op de projecten. Niet alleen nam de uitwerking en voorbereiding meer tijd in beslag, maar we werden ook nog eens geconfronteerd met een ongeziene financiële crisis, waardoor in sommige projecten een stapje terug werd gezet, maar met de vaste overtuiging ze opnieuw op de agenda te zetten en deze legislatuur minstens op te starten of af te werken. Alle beleidsdomeinen aanraken zou me echt te ver leiden, maar graag benadruk ik een aantal belangrijke accenten voor de komende legislatuur. En dat brengt me bij vooral grote projecten, maar ook kleine dingen die we stevast van plan zijn om te realiseren of minstens op te starten. De eerste fase van de handelskernvernieuwing zit er bijna op. Na carnaval starten we met de bovenbouw, een project waar we in sterke verbondenheid met handel en horeca uitkijken naar een prachtige kern waar winkelbeleving en aangenaam vertoeven in de binnenstad centraal staan. Voor de opstart van de bibliotheek en de realisatie van het toeristisch belevingscentrum zit de overheidsopdracht in een eindfase en zal er voor eind dit jaar een beslissing worden genomen voor de realisatie. Voor beide projecten is de omgevingsvergunning klaar, waardoor de aannemers kort na de beslissing de uitvoering kunnen plannen. Het Abdijplein wordt op dit moment gerealiseerd. Een nieuwe ontmoetingsplek waar onze inwoners met zicht op de ingangspoort van het mooiste monument dat onze stad rijk is, onze prachtige Abdijkerk. En de schepen heeft het daarnet gezegd, onze kerktoren is aan renovatie toe. Hij is volop in renovatie, maar we merken toch nog dat er verdoken gebreken zijn waardoor de investering hoger oploopt. De renovatie van de sporthal loopt en intussen zijn de speeltuinen in de Leebeke en Lietersberg gerealiseerd.
de plannen voor een inclusieve speeltuin, toegankelijk voor kinderen met een beperking in Meerbeke, worden gefinaliseerd en kunnen gerealiseerd worden in het voorjaar. Ook het jeugdhuis wordt in gereedheid gebracht. De VZW die zal instaan voor het beheer ervan krijgt vorm. En gisteren gaven we de goedkeuring voor de huur van de pastoriewoning voor ons jeugdopbouwwerk Habbekrat. Laten we ook niet vergeten dat Ninove enorm veel investeert in infrastructuursubsidies en daar het budget ook jaarlijks is toegenomen, zodat elke sportclub kan beroep doen wanneer ze een investering doen in hun infrastructuur. De eerste plannen voor een groene oase en een tijdelijke parking na afbraak van een deel van de KAI-school op de Ingeland zitten eveneens in een eindfase, waardoor we in 2024 de stadstuin en verbinding naar de binnenstad kunnen realiseren. Tegelijkertijd lopen de openbare onderzoeken voor de beleidskaders op ruimtelijk vlak en werden de private eigenaars betrokken bij de opmaak van de plannen, zodat er een breed draagvlak is voor de ontwikkeling van een duurzaam en ecologisch nieuw stadsdeel. Kuieren en wonen aan de Dender creëert immers een unieke dynamiek. Dat geldt ook voor het landschapspark, een groene long van 12 hectare binnen de stadsring. Uniek in Vlaanderen, een stukje natuur die een enorme meerwaarde biedt voor onze inwoners, zowel voor deze uit de stadskern als de inwoners afkomstig uit onze dorpen. In de dorpen voorzien we ook heel wat investeringen in voetpaden en straatvernieuwingen. Het hoeft geen betoog dat we daar nog een inhaalbeweging moeten doen. Onze samenleving heeft behoefte aan verbinding en begrip voor elkaar. Dat wil niet zeggen dat we niet moeten blijven inzetten op een veilige samenleving. Ook al is het een enorme uitdaging en worden we elke dag geconfronteerd met ernstige fenomenen. Onze inwoners beschermen is een kerntaak waar we elke dag opnieuw moeten op inzetten. Er werd de voorbije legislatuur al heel wat geïnvesteerd in veiligheid. En dit jaar kwam er onze buurtbemiddelingsdienst bij, waar men communicatie tussen buren tracht te herstellen, de overlast bespreekbaar te maken en in overleg met elkaar naar oplossingen te zoeken voor de problemen die zich voordoen. In 2023 hadden we 48 buurtbemiddelingsprojecten. Voor 2024 voorzien we een uitbreiding en professionalisering van het cameranetwerk, de verspreiding van een veiligheidsinformatiebrochure en de uitwerking van een preventiebeleidsnota voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstort, die bovenop de inzet die vandaag al gebeurt door alle partners en niet in het minst de zwerfvuiljagers. Voor de BIN-netwerken staat de teller inmiddels op 18. Dat is een groot succes en ook uniek in deze streek. Het personeelskader van de politie optimaliseren is een enorme uitdaging. Ook al hebben we geïnvesteerd in een uitbreiding van het personeelskader met 18 personeelsleden sinds 2015, elk jaar hebben we een verloop van inspecteurs en hoofdinspecteurs naar andere zones. Een fenomeen waar niet alleen onze zones mee geconfronteerd wordt, maar door de lage instroom is dit ook zichtbaar bij andere politiezones en niet de kleinste. Deze mobiliteit heeft een impact op het personeel, waardoor de werkdruk toeneemt bij de aanwezige personeelsleden. En ook al hebben we tekorten, onze politie werkt zich uit de naad om onze inwoners te beschermen en vooral ook om nazorg te bieden bij de slachtoffers. De politie staat er niet alleen voor. Ik geloof in het integraal model waar de politie in partnerschap met verschillende diensten en organisaties echt wel het verschil kunnen maken voor de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Een multidisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat elkeen in een ernstige problematiek zijn of haar rol vervult. En ook ervaart dat men er niet alleen voor staat. We onderschatten vaak dat onze personeelsleden, politiemensen, brandweerlieden, hulpverleners, maatschappelijke assistenten emotioneel geraakt worden. En dat is een goed partnerschap, is dan essentieel om tot oplossingen te komen.
En dat brengt me bij de enorme inzet die elke dag opnieuw getoond wordt om mensen sterker te maken en elke dag opnieuw te werken aan hun zelfredzaamheid. De aanpak van armoede en zeker kinderarmoede is en zal altijd een prioriteit blijven, maar alles begint bij een goede begeleiding en opvolging. Onze sociale diensten zetten zich daar elke dag voor in, maar ook zij botsen op limieten. Het is gemakkelijk gezegd dat ze de taal leren, dat ze gaan werken, dat ze beter integreren. We mogen echter niet vergeten dat we allen eenzelfde pad bewandelen, maar dit bij de ene meer tijd vraagt dan bij de andere. En toch is het onze taak om op dat te blijven inzetten. Helaas ondervinden we vandaag dat een stad van onze omvang met veel minder middelen het moet doen dan de centrumsteden en de zogenaamde provinciale steden met uitstraling. We ondervinden de nadelen van de grootstedelijke problematieken, maar krijgen er de middelen niet voor. Ook al krijgen we na een stevige bemiddeling een impuls vanuit het gemeentefonds, wat er gebeurt en wat we ook in dankbaarheid hebben aanvaard, Vlaanderen moet sowieso beter inzetten op een eerlijke verdeling van de middelen en Ninove verdient meer en beter. Ik kijk echt uit met een positieve blik naar de toekomst. En uiteraard kan alles beter. Uiteraard zijn soms mensen ontgoocheld in het beleid. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de juiste keuzes maakten, soms met vallen en opstaan, maar met de beste bedoelingen voor onze inwoners. Besturen is verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Tot slot worden we heel vaak aangesproken over participatie. Of soms het gebrek aan participatie. Ik lees letterlijk voor wat Citizen Lab vorige week schreef naar onze participatieambtenaar. Bij Citizen Lab doen we ieder begin van het nieuwe jaar een impact report. En ik mag jou welverdiend complimentjes geven. Ninove is een van de Belgische klanten die de grootste impact heeft gemaakt op ons platform. Dat is gebaseerd op het aantal unieke gebruikers, afgezet op het aantal inwoners van uw stad. Heel goed gedaan voor jou en het communicatieteam bij Ninove. Een dikke pluim voor onze participatieambtenaar, de dienstcommunicatie en de bevoegde schepen. Wij gaan alvast alles op alles zetten om de projecten te kunnen realiseren en dat kunnen we enkel met de inzet van onze medewerkers, ons menselijk kapitaal en de sleutel tot een succesvolle realisatie ervan. Het is de laatste beleidsverklaring van deze legislatuur. Ik dank de schepenen voor hun inzet, maar ook de collega's van de meerderheid, dat ze altijd op post waren. Ik dank ook de oppositie voor de constructieve aanpak, voor constructieve voorstellen, een zeer goed debat af en toe. En ik denk dat we er nog een aantal zullen tegemoet gaan de komende maanden. Maar ik vond het belangrijk om daar vandaag ook mee af te sluiten. We gaan het laatste jaar met veel enthousiasme, maar vooral met heel veel werk op de plank tegemoet. En ik wens één ieder succes met de realisatie van de projecten. We gaan nog een stevig tandje moeten bijsteken. Ik dank u. Dank u wel, mevrouw de burgemeester. Begin van de eerste ronde. En natuurlijk geven we, zoals het hoort, aan de grootste oppositiepartij en enige vandaag aanwezig, eerst het woord. Wie meldt het woord te nemen? Ik zal misschien eerst met gezellige beginnen, voorzitter. Maar ik heb maar twee bladzijden gezien, dus ik moet er niet om gerust maken. Nee, collega's. U krijgt de tijd. Ja, meneer Mokker. Nee, collega's. We zijn hier vandaag aan de zesde wijziging toe van de meerjarenplanning 2020-2025. Daar is eigenlijk op zich niks mee. Zeker en vast niet om op regelmatige wijze de financiële situatie van de stad bij te sturen. Ik denk dat hoort bij de taken van het bestuur. Maar u mag dat natuurlijk niet verwarren met het beleidsmatig of het politiek bijsturen van het meerjarenplan. Dat is een andere zaak. Maar het financieel bijsturen is een noodzaak. Het tweede, beleidsmatig of politiek bijsturen, dat is een andere kwestie. Dat gebeurt meestal hier niet in Ninove, tot daar aan toe.
Nu, we hebben ook recent in de maand juni al een zeer diepgaande bespreking gehad van de meerjarenplanning, dus ik ga niet vandaag u niet bezighouden met detailinformatie of detailcijfers, dat heeft genut. Ik denk in juni was het een zeer groot debat waar dat we allemaal ieder op zijn manier onze conclusies uitgetrokken hebben. En we moeten dus niet in herhaling hervallen, maar toen hebben we toen ook al gesteld, kijk, er is geen nieuws onder de zon te melden. We weten allemaal, ik heb dat al dikwijls gezegd namens onze fractie, dat deze legislatuur gaat eindigen met een lege kassa, dat weten we. Dus dat de schuld zal oplopen tot ongeveer 65 miljoen euro op het einde van de legislatuur. Dat is eigenlijk voor de stadsfinanciën toch, voor mij toch, een ongekend dieptepunt. Ik zit hier al toch een tijdje, meer dan 30 jaar. En zoals ik er juist zeg, er wordt beleidsmatig in die zin toch niet ingegrepen. Maar ondanks dat u deze coalitie, de ene wat meer dan de andere, want sommige mensen, zoals Joost of Jordi of ook in de tijd, meneer Meert, die durven toch een keer te zeggen, ja, misschien moeten we toch een beetje nader nadenken, maar tot nader order houdt deze coalitie met als woordvoerder terecht Schipper van Financiën ons nog altijd toch een spiegel voor en is er bij velen zogezegd niets aan de hand. En het is uiteraard zo dat zoals de Schepen altijd zegt, kijk, ik heb mijn werken, sorry mevrouw de Schepen, want ik heb gisteren van u niet gezegd dat aan de slechte Schepen waren, ik heb gezegd dat er andere goede voorgangers waren. Nee. Dus maar eigenlijk bij mij weten, en het is inderdaad zo zoals u altijd zegt, op het einde moeten we maar zien dat ons plaatje klopt en dat hier in dat tikboek kunnen, die ene keer wat dikker als ander, dat we met een positief saldo eindigen. Dat is voor mij het voornaamste. Nee, dat is voor ons niet het voornaamste. Het voornaamste zit hem ook in die tussenperiode waarin we beleidsmatig moet besturen. Maar dat geeft u dus ook eigenlijk niet min of meer een vrijgeleide om de toestand financieel toch in onze ogen te laten ontsporen. En uiteraard, zoals dat traditioneel is bij Schepenen van Financiën, zijn er ook altijd begrotingstechnische technieken die u ook mag gebruiken. En daar is niks mee, dat hoort een beetje bij de spelregels. Nu, kort door de bocht, kort enkele cijfers. Ja, de meerjarenplanning, de schuldgraad, we hebben het hier al dikwijls gezegd, die toont ons aan dat dit eigenlijk eind 2025 44.296.000 euro zal bedragen. En gisteren hebben we daar ook al op gealludeerd. We moeten daar nog altijd die 15 miljoen aan toevoegen, volgens mij. Die komt niet direct in de begroting van de stad, maar Jordi heeft dat ook, beseft dat ook wel. Die komt niet direct in de begroting van de stad, maar die terugbetaling van die cijfers, de investeringen van de sportoase, die worden dus verrekend via de toelage van 1.700.000, die behoudens wijziging van die indexdatum zelfs 8% hoger gaan liggen. Dus uiteindelijk betalen we die 15 miljoen ook af, is dat een verdoken schuld. En ik herhaal nog een keer de zaak dat we dus met Solva, ik heb hier de projecten bij mij liggen, zijn we nog met 16 al dan niet grotere of kleinere projectjes bezig. Daar gaat ook rap een 5 miljoen aan vasthangen. Vandaar dat we bij ons standpunt blijven dat we gaan afsluiten uiteindelijk, als jullie de intentie hebben om alles uit te voeren, op een kleine 60 miljoen euro schuld voor de Innoviter. Dat vraagt dus eigenlijk een dikke proficiat voor jullie, maar het is hoe dan ook een unicum in de geschiedenis van Innova. Nu, heel kort wil ik het toch ook nog een keer hebben over die prachtige term, het budgetair resultaat en de financieringsmarge. Dat zijn termen waar dat hier nogal een keer dikwijls mee gehoogeld wordt. Maar toch één ding is mij in de tussentijd ook opgevallen. Ik merk dus op dat u er als Schepen van Financiën of deze ploeg erin slaagt om 2025, dat is dan in de gewone werking, dat wil zeggen de uitgaven voor personeel, exploitatie en dit en dat, dat u erin slaagt van die in 2025 te laten dalen met 455.000 euro, dat we dat er normaal gezien voor de werkingskosten 3% meer wordt voorzien het jaar nadien. Er wordt ook index voorzien voor personeel. Dus allee, het feit dat u in 2025, dat zal misschien ook jullie probleem niet direct niet meer zijn, maar laat ons ook toe natuurlijk van uw cijfer op te smukken en positief te eindigen. Maar eigenlijk, volgens mij is dat totaal ongeloofwaardig als u gaat zeggen dat plots in 2025, u heeft dat al ook kort aangehaald in de meerjarenplanning, nu gaan we eraan beginnen, we gaan minder consultants en dit en dat. Ja, als kalf verdronken is, moet er niet meer aan beginnen. Dan moet je het gewoon naar Vilbleuk doen. En dat zal misschien volgend jaar ook wel gebeuren. Dus, maar dat komt bij mij, zeker als ex-Schepen van Financiën, totaal ongeloofwaardig over dat u die exploitatieuitgaven in de brede zin laat zakken met ongeveer 500.000 euro. Nu, tot slot dan,
Ik zit al ver, voorzitter. Wil ik het nog een keer hebben over de beruchte geconsolideerde, gecorrigeerde financieringsmarge. U had daar ook in schrijven van de gouverneur, heeft hij daarop gewezen. Dus als je dat je daar dus moet rekening houden met alle factoren, zowel het OCW, de stad en het AGB, weliswaar is dat nu in mindere mate op de tijd, maar ik heb dat vroeger ook al gezegd. Het is dus ook een unicum, eigenlijk voor de eerste maal in 2022 en 2024 waren die negatief voor de stad Ninove. Om het kort samen te vatten, dat betekent, dames en heren, dat al het geld dat binnenkomt voor exploitatie u niet toelaat om uw dagelijkse werking te financieren en uw financiële leningen af te betalen, om het kort te zeggen. Nu, samengevat, was dat in 2023, had u nog een positief saldo van 2.745.000 euro. In 2024 wordt dat op 1.743.000 euro negatief gebudgeteerd en dan 2025 is er amper nog een positief saldo van 574.811 euro en zoals onze schepen van Financiën plecht te zeggen, zijn ze daar blijkbaar zeer gelukkig mee. Nu, ik dank de schepen en de administratie om de toelichting die we hebben gekregen. En eigenlijk was er daar een interessante tabel bij, die overzichtstabel investeringen 2023-2026. Deel 5 van de toelichting. En ik heb die cijfers dan, een deel van die grote zaken, daar een keer vergeleken met de cijfers die eigenlijk opgenomen zijn in het boekje zelf in de meerjarenplanning 2023-2025, dus de laatste 3 jaar, zodanig dat we dus over de 3zelfde jaren spreken. En voor de geselecteerde projecten die ik er zo eens uitgehaald heb, en dat is de BIP bijvoorbeeld, het Abdijplein zonder de wegen is, het Hospitaalkerkje voor toerisme, het Landschappark bijvoorbeeld, de Sporttal en de Ingelandszitten. Heb ik dan niet nagekeken, omdat ik ervan uitgaan dat die projecten, het is ook de bedoeling dat die ten laatste 2024-2025 zullen gerealiseerd worden. Dus zijn we in die zin correct, als we dan de cijfers uit de meerjarenplan overnemen, dan zouden die moeten samengaan. Nu, ik heb dat dan ook een keer getoetst met de beslissingen van het schepencollege, die genomen zijn. En vandaar zit er volgens mij toch een scheeftrekking, of moet er nog westen nog werk aan de winkel. Want het bedrag dat u gebudgeteerd heeft in een meerjarenplan voor die projecten die ik erop noem, daar heeft u 9.476.268 euro voorzien. Nu, ik heb dat getoetst met de beslissingen van het Schepencollege. En daar kom ik. Ik ben nogal een frequent lezer van de Schepencolleges. Dat is een beetje een dag allemaal, een politiek en dag allemaal van de stad Ninove. En als ik dat dan vergelijk, ik heb door de tijd geleerd van projectfiches bij te houden, bij allemaal die beslissingen en de bedragen die in die beslissingen staan. En tot mijn grote, ik zeg niet jolijt, daar ben ik zeker niet gelukkig mee. Maar als ik dat allemaal optel, ik kan u de beslissingen geven, ik kan u de cijfers geven, ik zal u dat een keer geven. Dan zie ik dat er eigenlijk voor diezelfde projecten die in uw meerjarenplanning gebudgeteerd staan voor ongeveer 9.476.000, dat er eigenlijk al voor 12.779.000 euro beslissingen genomen zijn in het Schepencollege. Dus wat is eigenlijk mijn punt dat ik hier wil maken? Dus dat ik in feite momenteel, en u kunt natuurlijk nog altijd bijwerken, maar dat momenteel uw meerjarenplanning eigenlijk als ik het verschil maak tussen die 12.779.000 die u hebt beslist in het college om vast te leggen, allemaal die projecten, ik volg die op, dat die eigenlijk dat er daar nog 3.311.000 momenteel strikt genomen nog niet gebudgeteerd is. Ja, voorzitter, je weet op dat gebied ben ik nogal straf voor dat op te volgen. Ik noteer dat iedere keer, dus colleges allemaal. Dus ik kan u trouwens allemaal voorlezen. College van 22.5, 26.6, een beslissing van SOVA, 26.6, 23.9, 18.9. Het is niet dat ik dat zomaar, die komt die beslissingen en ik kan u zelf refereren. Wat dat er daaruit beslist is per capsule, een aantal projectfiches. Dus ik denk, mevrouw de schepen en ook het bestuur, dus je moet dus, je eindigt daar nu op 574.000 in 2025, dat maakt u zeer gelukkig. Ik zou mij in uw plaats niet gelukkig voelen, u moet nog dringend, of deze coalitie moet in onze inziens nog dringend op zoek naar minimaal 3.311.000 euro om het plaatje toen te kloppen. Zo niet gaat u ook al in 2025-1 met negatieve marge eindigen. Ik denk niet dat dat uw bedoeling zal zijn. Plus, u onderschat duidelijk
uw uitgaven voor de jaren 2025, 2026. Dus in die zin bent u in mijn of onze ogen zeker en vast niet goed bezig. Ik denk dat dat onze taak is van de oppositie om u daar alert op te maken. Misschien, en ik begrijp wel, ik kan niet alles in de ogen houden, maar dus er is werk aan de winkel om dat recht te trekken. Ik wens deze coalitie veel succes om naar de 3.300.000 euro nog op zoek te gaan. Maar dat zal natuurlijk ernstige ingrepen vragen en misschien gaan er dan nog een aantal dromen van deze coalitie moeten sneuvelen. Maar ja, kijk, dromen zijn soms bedrog en politiek is soms ook een bedrog. Nu, degene die volgens mij vandaag nog durft te beweren, ook hier aan tafel, ik kijk allemaal niet naar jullie rond, dat er de stad nog altijd gezond voor staat. Ja, ik weet niet hoe dat je dat aan mij moet uitleggen. Aan mij kun je dat in ieder geval niet uitleggen. Het is niet omdat je niet meer rekening in min staat, maar als je je financiële prognoses bekijkt, rekening houdt met wat je nog moet doen, dan gaat het dus moeilijk in slagen om deze scheve situatie recht te trekken. Het zal niet anders kunnen, het zal moeten rechtgetrokken worden. Maar ja, misschien, ik heb hier een schoolfolder gezien waarmee dat de scheve financiën eigenlijk kritiek geeft op haar eigen coalitie. Samen stoppen we de stilstand, wel mevrouw de Schepen, het zal misschien, dankzij die stilstand en dankzij het feit dat er hier niet veel meer gaat gebeuren, gaat die stilstand misschien uw budgetair ook nog kunnen redden om die 3.300.000 euro op te lossen en te vinden. Ik hoor het u graag zeggen, dat je alles na de tering naar de nering zult omzetten. Ik denk dat er niet veel anders zal opzitten, maar ik wens de coalitie hiermee veel succes met uw zoektocht, proficiat. Dank u wel. Wie wenst er in de eerste ronde nog tussen te komen? Ik kijk ook naar de schepenen en de andere raadsleden. Buiten Cathy en de burgemeester natuurlijk, die moeten wachten tot de tweede ronde. Ja. Stijn. Oké. Vanuit onze fractie misschien ook enkele bedenkingen meegeven hoe wij naar het meerjarenplan kijken, maar veel is natuurlijk al gezegd door de burgemeester en Schepen. Nu, voor ons heel belangrijk is dat er geen nieuwe belastingen zijn ingevoerd en dat de bestaande belastingen ook niet zijn verhoogd. Dat blijft voor ons toch een belangrijk streefdoel. De schulden zijn inderdaad gestegen door de nieuwe leningen, dat klopt, maar de schuldgraad is lager dan het Vlaams gemiddelde en veel lager dan in tal van naburige of vergelijkbare steden, omdat wij de leningen aangaan die we kunnen terugbetalen en dus niet boven onze stand eigenlijk leven. Belangrijk is vooral dat we die leningen zijn aangegaan voor investeringen en als ik zie voor het komende jaar alleen al gaat dat om zowat 17 miljoen euro, als ik het goed voor heb, wat toch een enorm bedrag is. 5 miljoen euro daarvan alleen al voor de heraanleg van onze handelskern en de aanleg van het Abdijplein. Nu, het is een heel goede zaak dat die twee grote werken voor de zomer zouden voltooid zijn. En ik ben ook blij dat die werken in de binnenstad zijn opgesplitst, zodat we toch alleen voor de handelaars in de eindejaarsperiode geen hinder hebben en dat we ook de carnaval kunnen ongewijzigd laten doorgaan. Dus dat is een goede reflex geweest om met die zaken rekening te houden. Een aantal dossiers, belangrijk ook voor onze jeugd en onze jongeren, zijn toch ook het vermelden waard, vind ik. Het pand van het voormalig Café Gonzo, dat zal ingericht worden als jeugdhuis. De speeltuintjes die zijn aangelegd, de kunstgrasvelden die zijn aangelegd en nog komende zijn, onder andere Meerbeek, die toch ook belangrijk zijn voor de jeugdwerking van de voetbalclubs. En ook de vernieuwing van de stedelijke basisscholen. Hè. Zowel ook in de deelgemeenten als in Ninov Centrum met de Lettertuin bijvoorbeeld. Maar ook in Voorde en Neder-Asselt. En gisteren werd dan ook hier op de gemeenteraad de overeenkomst met Sportoase goedgekeurd voor de volledige vernieuwing en uitbreiding van ons zwembad, wat natuurlijk ook de start is van een project dat helaas wat vertraging heeft gehad. Dat is nu eenmaal te betreuren, maar de trein is nu wel vertrokken, zodat onze inwoners binnen 2 jaar kunnen rekenen op een gloednieuwe infrastructuur voor te zwemmen. Ik ben ook blij dat de aanbesteding van de werken voor de volledige vernieuwing van de BIP toch zal kunnen, begrijp ik.
Dat was toch ook eventjes een twijfelgeval omwille van de gestegen kosten voor materialen. Maar net zoals denk ik voor het toeristisch centrum, denk ik dat die twee projecten toch zullen kunnen starten. De realisatie daarvan, ik vermoed ergens in het voorjaar. Dat zijn toch ook twee mooie projecten die uiteindelijk gaan gerealiseerd worden. Tot slot, het is ook gezegd dat er in veiligheid veel is geïnvesteerd. Zowel brandweer via de hulpverleningszone als in ons politiekorps met nieuwe voertuigen, extra agenten, bodycams, meer camerabewaking in de stad. Ook dat is voor onze fractie een heel belangrijk prioriteit geweest in deze legislatuur. Ik denk dan ook dat we met dit gewijzigde meerjarenplan een positieve noot kunnen laten klinken. De vele projecten die eigenlijk al lang voorbereid en gepland werden, worden nu gerealiseerd. En daardoor is het misschien het laatste jaar, of sowieso het laatste jaar van de legislatuur, maar wat mij betreft wel ook het belangrijkste. Dank u. Wie wenst er nog tussen te komen? Ik ga zeker niet alles herhalen. Maar zoals jullie gehoord hebben, zijn er heel wat investeringen gebeurd. Ik benadruk daarbij dat de lonen en de prijzen van de materialen enorm gestegen zijn, wat het er zeker niet gemakkelijker op maakte. Belangrijk is inderdaad dat de belastingen niet toegenomen zijn, dankzij de inkomsten van de, omdat de inkomsten en de personenbelasting gestegen zijn door de hogere lonen. Veel projecten zijn nog lopende of gaan binnenkort van start. Een van de mooiste projecten, waar ik zelf ook een beetje bij betrokken ben, is ongetwijfeld de realisatie van het nieuwe zwembad. Steeds hebben wij het principe van hoe de huisvader toegepast en zullen wij dit zeker ook blijven doen. In deze moeilijke tijden is het heel belangrijk dat wij onze financiële grenzen blijven bewaken. Onze dank gaat ook zeker uit naar alle medewerkers van de stad die daar dagelijks hun schouders onder zetten, als ook naar alle leden van de meerderheid. Dank u wel. Dank u wel, Bart. Nog mensen die in de eerste ronde wensen tussen te komen? Want vanaf de tweede ronde is het 5 minuten. Niemand meer? Dan beginnen we met de tweede ronde en de reacties. Ja, ten eerste, Rudy werpte daarop dat als we alles investeren, alle leningen opnemen, dat we met een schuld van 65 miljoen euro eindigen. Dat klopt niet, hè. Ik hoor daar juist, verwerkt daar die schuld van die 15 miljoen investeringen dat we in het zwembad gaan doen. Maar dat zit er al in onze exploitatie en in onze schulden. Dus onze schuldenlast is op dit moment 26 miljoen euro. Het zal iets meer zijn, omdat we iets van leningen opnemen in 23, maar 26 miljoen euro. En we gaan naar 25, naar, hoe dat je het zelf aanhaalt, naar 44 miljoen. Als die 35 miljoen investeringen allemaal tegen dan klaar zijn en de leningen opgenomen zijn. Ten tweede zeg je, ja, de exploitatieuitgaven, dat is onlogisch, dat is ongeloofwaardig, dat in 24, dat in 25 die een half miljoen lager zijn dan in 24, dat kan wel, hè. Dus bijvoorbeeld alleen nog maar dotatie van zwembad die daarin zit, mindert in 25 met 120.000 euro, de dotatie van de politie is min 800.000 euro, dus er zijn tal van posten die dat verklaren en wij hebben inderdaad wel rekening gehouden met een stijging van de werkingskosten, een zeker percentage dat je er moet bijrekenen, maar er zijn andere posten die wel dalen en dat, dat dat dus wel juist uitgerekend is door onze ambtenaren en juist ingeschat is. Dan een derde dat je daar gezegd hebt van die 9 miljoen voorzien in 23, hebt al 12 miljoen beslissingen genomen. Ja, we gaan die 9 miljoen nooit kunnen, we gaan de facturen allemaal niet ontvangen, hè, in 23. We zijn eind 23. Dus die 3 miljoen zoeken, we hebben om 35 miljoen investeringen en dat staat allemaal tot op de euro ingeschreven. En de nodige leningen daartegenover staat allemaal ingeschreven. Maar wij kunnen die 9 miljoen, had daar sowieso een stuk moeten van overgedragen worden of we doen dat elk jaar trouwens, worden de facturen niet allemaal dit jaar nog ontvangen.
We hopen zoveel mogelijk, maar daar zal zeker een deel overgedragen worden. En dan van het boekje dat we uitgegeven hebben van de stilstand, heeft niet betrekking op Ninove, maar op de verkiezingen in juni waar dat we naartoe gaan voor ons land. Maar daar ga ik niet verder over uitweiden. Oké, wie wenst er nog te reageren? Het begin van de tweede ronde. Uit het Schepencollege nog iemand? Nee. Dan ga ik direct opnieuw terug over naar Rudy. Goed, ja, Schepen, kijk, er staat wel de Ninovieters kan op vooruit rekenen om van Ninove een sociale, warme en aangestane stad te maken. Samen stoppen we de stilstand. Ik weet niet, ofwel heeft een drukker dat verkeerd gezet of zo, maar bij ons komt er natuurlijk over dat je de stilstand van deze coalitie bevestigt. Tot daar en toe. Nu, kort, over die schuld van 50 miljoen moeten wij blijven discussiëren blijkbaar. De euro wil niet vallen. Hoe dan ook gaat de Ninovse burger die investering van Oase terugbetalen. En dat zit in uw 1.700.000 euro. Want eerst was dat maar 3 miljoen en zo. En dan op een bepaald moment, ik heb hier de stukken bij mij liggen, is er in de overlegvergadering beslist, ja, maar we gaan dat zo doen, we gaan dat daarin schrijven. Maar het gevolg dat die financiering moest gebeuren via dus Sportoase bracht mee dat die bijdrage opsteeg van ongeveer 900.000 naar 1.700.000 of van 1.100.000 naar 1.700.000. Want als je, moet maar een keer uw calculator nemen, de calculator op de website, als je morgen dat bedrag ingeeft, ongeveer 15 miljoen maal, dus bijkomend maal 30 jaar aan een percent van 4, dat komt dan min of meer neer op die verhoging van die toelage van 1.100.000 naar 1.700.000. Dus wij betalen die lening terug en die terugbetaling, dat is een subsidie of hoe dat we het ook moeten noemen aan Oase, een werkingssubsidie of whatever dat we het moeten noemen, maar die zit niet, die 1.700.000 zit niet in uw leninglast die op bladzijde 95 of 96 staat, dus je kunt mij, de mensen proberen wijs te maken al wat je wilt, maar dat zit er dus niet in, dat zit dus in die 1.700.000, daar zit de terugbetaling van de lening, ja, en officieel staat ze niet in de boeken, maar we gaan ze wel terugbetalen, zoals Jordi ook gezegd heeft, dus daar zitten we met elkaar, gaan we er niet aan uitgeraken, maar ik kan u daar absoluut niet in volgen. Nu, ongeloofwaardig van dat die exploitatie en die werkingskosten gaan dalen, bij ons blijft dat, bij mij komt dat zeker ongeloofwaardig over, omdat je daar toch maar met boven resultaat zit op het einde, om dat te bereiken. Maar ja, we kunnen daarin en we mogen daarin gerust van mening verschillen. Iedereen zijn werk en zijn tempo, dat moet natuurlijk. Maar nu, ik wil toch niet terugkomen, voilà. Omdat je zegt, we gaan dat doen, die investeringen en zo. Ik ben u dankbaar voor uw lijsten, hè. Dus omdat uw cijfers daarin staan, uw overzicht van die dingen. En dan heb ik gekeken wat we van 2023 tot 2025 in de boek van de meerjarenplanning staat. En die cijfers heb ik vergeleken. En dan kom ik op 9.476.000 en een beetje, dus volgens uw boeken van die dingen. Nu, de projectfiches, ik ga ze toch niet moeten voorlezen, want je gelooft mij blijkbaar niet. Dus de Abdijkerk, daar is te voorzien bij, om maar een idee te geven. Dat was er voorzien voor de 1.072.938 euro is er daar voorzien in uw meerjarenplanning. De Abdijkerk, we hebben op 21 maart 2022, is het ontwerp aanleg goedgekeurd, 1.075.000 plus BTW, zonder BTW. Maar natuurlijk, 26.6, 23 jaar en een half later, is de gunning er bekeken en is dat 1.394.000 euro plus, 29, plus BTW geworden, 1.687.000. En uiteraard, daar zit een stuk in voor de stad en daar zit een stuk in voor Rio Pact. Maar of dat wij dat nu betalen aan de stad of Rio Pact, dat wordt geregeld met de compensaties Rio Pact. Uiteindelijk komt dat geld van de stad. Dus dat is 1.687.000, dus dat daar komt. Dus en bij u staat er dus in momenteel 1.072.000. De BIP, daar hadden wij. Daar staat er dus een meerjarenplanning, 3.623.000 en zoveel. Dit is goedgekeurd, het aangepast aanbestedingsdossier is goedgekeurd op 22.5.23. Ik weet dat dat dossier is in verwerking, maar ik hoor het u daar juist zeggen en terecht. Ik denk dat allemaal die projecten, tenslotte, we spreken hier over de meerjarenplanning tot 2025, tegen dan toch zullen uitgevoerd zijn. Ik denk dat je die liever nog volgend jaar zult zien uitgevoerd worden, terecht uiteraard. Maar dus daar zitten we dus ook al aan 3.797.000 euro BTW inbegrepen. De Burgstamse Meersen, daar staat er dus bij u, ben aan het kijken, staat er in een meerjarenplanning 1.467.000.
Ik ga het laatste pakken. De beslissing van 26.6.31 van het Schepencollege. Goedkeuring aangepast voorontwerp. Kennisname verplicht. Projectvergadering voor aanvraag. Kennisname planningstart overleg. Daar zat al op €1.709.000. Ofwel lees ik die beslissing van het college verkeerd. En het Hospitaalkerk zitten we aan €2.170.000. Dat staat er hier nog altijd €1.335.000 in uw meerjarenplanning. Dat is heel simpel om te rekenen. Dingeland zitten ook zo. Dus ik haal die cijfers nu dus niet zomaar eruit. Die zijn gebaseerd op nota's die ik lees. En als ik lees of dat nu een ontwerp is of een aanbesteding, ik denk dat jullie bedoeling is van die uit te voeren. Omdat het is ook zo opgenomen in de meerjarenplanning. Dus daar had je nog mijn zoektocht zitten van €3.300.000. Okay. Je kunt mij dat niet anders wijsmaken. Dank u. Dank u wel. Wie wenst er nog tussen te komen in de tweede ronde? Anderen? Niemand meer? Dan gaan we naar de slotbeschouwingen al, als niemand meer wil eens tussen te komen. Eerst de Schepen en mogelijk de burgemeester die nog iets wenst te vertellen. Nee? Cathy? Wens je nog iets te zeggen? Ja, misschien het zwembad zitten, want ik hoor leningslast en lening, maar dat zit totaal in de exploitatie opgenomen. Ik kan eigenlijk alleen maar in herhaling vallen. Zeg. En voor de rest is alles voorzien. Alle bedragen verwijst daar naar de projectfiches. Die heb ik hier nu niet bij mij, hè, of de collegebeslissingen. Maar alle bedragen zijn voorzien en de rekeningen kloppen. En ja, alle bedragen zijn opgeteld en zijn juist verwerkt in de meerjarenplanning. Dus ik kan daar niet meer eraan toevoegen. Dan ga ik nog een keer de ronde van de fractieleiders af. Bart, wens jij nog iets te vertellen? Stijn ook niet. Hie of Rudy, wensen jullie nog een laatste woord te geven? Ja, onze standpunten blijven waarschijnlijk verschillen, dus ik blijf op mijn standpunt. En de Schepen mag uiteraard terecht op haar standpunt blijven, maar ik moet u spijtig genoeg mijn ongelijk verklaren. Ja, we zullen zien. Ja. Zoals we dikwijls later afzien. Voordat we tot stemming overgaan. Ik wil nog. Ja, kort, ik was niet van plan om tussen te komen, maar goed. Ik hoor hier een beetje de goed nieuwsjouw. Die wordt afgestoken door de leden van de meerderheid. Nu mijn gevoel, en ik denk ook jullie gevoel, is toch wel dat er bij de bevolking iets totaal anders leeft dan jullie in jullie vorentoren vanuit het stadhuis kunnen opmerken. Ik wil je bijvoorbeeld verwijzen. We hebben een hele grote enquête gedaan met Forza Ninovoek. We hebben daar heel veel reacties op gekregen. Op 19.000 bussen hebben wij meer dan 2.000 huishoudens gehad die geantwoord hebben op onze enquête. En daar komt toch wel iets anders naar voren dan hetgeen jullie hier laten weten. En dat waren allemaal geen Forza Ninovoek-kiezers. Wel, in tegendeel. Ik wil ook nog eens verwijzen bijvoorbeeld naar de peiling, naar de bevraging van het laatste nieuws online die recent is verschenen. En waar dat eigenlijk blijkt dat Ninoven bij de 20 gemeenten is die het slechtste scoren, 20 op 300, die het slechtste scoren op het vlak van veiligheid, met een score van 39 op 100. Op het vlak van goed bestuur is de toestand zo mogelijk nog dramatischer, daar scoren we als Ninoven 35 op 100, dus dat is de mening van de Ninovieter, waardoor dit stadsbestuur eigenlijk zwaar gebuist wordt en behoort zo ook tot de slechtste van de klas. Dan is een algemene score opgemaakt onder de noemer beste gemeente van Vlaanderen. En daar staat onze stad op een triste 289ste plaats op 300. Dus er zijn slechts 11 gemeenten die slechter doen dan Ninoven. Dus ik denk dat dan ook een beetje bescheidenheid hier op zijn plaats zou zijn. Want hetgeen dat jullie hier vandaag hebben verkondigd, dat strookt absoluut niet met het gevoel van de gemiddelde Ninoviter. Hoe dat gevoel dan uiteindelijk in realiteit is, zullen we volgend jaar in oktober wel zien. Maar ik denk dat jullie op dat vlak de bal compleet misleiden. En ik begrijp dat ook wel met zo'n coalitie, hè, met die anti-Forza Ninovo-coalitie, die monstercoalitie die jullie 5 jaar lang hebben trachten op de been te houden. Want het was niet simpel. Ik verwijs hier naar de talloze incidenten op deze gemeenteraad tussen leden van de meerderheid. Ik verwijs naar de gespannen situaties tussen de Samen-fractie en de VLD-fractie. Ik verwijs naar mijn goede collega Joost Ares, die in de media
onomwonden zijn mening gaf over, over deze coalitie, waar hij het aan had over messen in de rug steken. En meneer Arends gaat nu waarschijnlijk zijn. Ja, je zei weer. Hebt vernoemd, dus ik veronderstel dat je daar nog altijd achter staat. We hebben hier gisteren nog een voorbeeld gehad. We hebben het feit gehad dat Groen uit de meerderheid is gestapt, maar toch uit de coalitie gestapt, maar toch in de meerderheid blijft zitten. Als meneer Van de Winkel zou vertrekken, komt er een communist in de plaats en dan verliest deze meerderheid. Deze coalitie, haar meerderheid enzovoort. We zitten nu ook in samen. Samen is niet meer samen. Dat is nu al duidelijk. Het is niemand die dat over zijn mond krijgt. Maar zelfs gisteren hebben we mogen meemaken dat zelfs binnen de fractie van samen, dat er daar twisten zijn. Samen is ook apart. Hè. Dat is gedaan met samen. Die komen allemaal nu blijkbaar apart op. Ik wens ze allemaal heel veel succes. Dus dat hier nu komen voorstellen, dat jullie een heel goed parcours hebben gereden. Ik zou dat toch niet durven stellen. Wat de veiligheid betreft, mevrouw De Jonge, ik zou toch ook op dat vlak wat bescheidener willen zijn. Je verwijst naar uw camera's. Wel, ik kan u zeggen dat uw camera's 's nachts helemaal niet werken. Hè. Ze werken wel, maar je ziet er eigenlijk weinig of niks op. Kan ervan getuigen. Want ik ben er zelf al eens betrokken geweest. Dus er is s'nachts niks op te zien op die camera's. We hebben van in het begin bij monden van meneer Verdoot gezegd dat de keuze voor een bepaald type camera die jullie hebben geïnstalleerd in Inhoven, dat een verkeerde keuze was. Dat er andere types waren die veel meer effect hadden en die niet noodzakelijk duurder waren. Jullie hebben dat niet gedaan. U zegt dat op het vlak van veiligheid heel veel hebt gedaan. Ja, ik wil u verwijzen naar uw oproep een paar maanden geleden, toen er een dode was te betreuren in de stad. En een week of twee nadien ook iemand die in levensgevaar werd afgevoerd als gevolg van een aanval op straat. U hebt toen gezegd, we hebben het niet meer onder controle. Dat zijn uw woorden op TV Oost. We moeten bijstand krijgen van de federale politie. Wel, ik heb het federale politie hier nog niet gezien. Hè. Waar zijn ze eigenlijk, de federale politie? Dus op het vlak van veiligheid, meneer de burgemeester, hebt u gefaald. Hebt u gefaald en het zal zeker niet zijn, Hier, de 5 minuten zijn om. Ja, door praatjes te doen met burgers onderling. Okay. En uw verbindend verhaal waarover u het dan allemaal heeft, dat u de zaak zal oplossen. Dus maar goed, de kiezer zal erover oordelen volgend jaar in oktober en dan zien we wel. Dan zijn we op het einde van het debat gekomen, collega's. Je mag daar niks meer op zeggen, dat is op de laatste slotbeschouwing. Nee, u hebt in het derde. Hè. Dat is, we hebben altijd de traditie gehad dat op het einde van een meerjarenbegrotingbespreking. Nee, het is geen punt. Nee, we hebben een traditie gehad over de meerjarenbegroting dat we de fractieleiders van hoog, van laag tot hoog laten spreken. En dit is ja. Dat zal wel nog kunnen gebeuren de komende maanden dan. Hè. Begin der stemming over. Ik vind dat niet oké. Ja. Puntje 22 eerst. Ja, sorry, het is altijd zo afgesproken. Alleen, ik als punt dan nu het laatste woord krijgen. Alles weg. We hebben in het verleden het altijd zo gedaan. Met de fractieleiders één voor één, van de kleinste tot de grootste. Begin der stemming. 27, 16 voor, 10 tegen en 1 onthouding. Nee, 12 tegen. Puntje 12, 22 wordt aanvaard. En dan puntje 23, meerjarenplanning OCMW. Begin der stemming. ...28 aanwezig, 16 voor en 12 tegen... Ook dit voorstel wordt aanvaard. De gemeenteraad van december is bij deze tot einde. Ik wens jullie allemaal een prettig einde jaar en we zien elkaar weer in januari.